Allereerst, er is een relatie. Dat is ook iets wat Kunyai, de stichter van onze traditie, in de zin dat zij de tempel heeft gesticht in Thailand, de non die onze tempel heeft gesticht. Wij noemen haar Kunyai. En Kunyai was iemand die eigenlijk heel erg korte uitspraken deed. Ze was niet iemand die uitgebreid les gaf. Maar die korte uitspraken die deed ze echt op bepaalde kritische momenten, kritieke momenten. En dat waren vaak hele goede, krachtige uitspraken. Eén ding wat ze vaak zei is dat als je jezelf kent, dan begrijp je de wereld ook beter. En dat is eigenlijk best wel niet altijd heel erg voor de hand liggend. We zijn niet altijd heel erg goed in onszelf te leren kennen. Een observatie die je kunt doen is dat we allemaal gewend zijn vanaf onze geboorte onze aandacht naar buiten te richten. We leren eigenlijk pas wanneer we wat ouder worden, leren we pas om echt een beetje naar onszelf te kijken. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, nou, dat is toch... Ik was een vrij reflectief persoon altijd geweest. Maar je gaat echt een beetje naar jezelf kijken pas als je, ja, zo aan het einde van de middelbare school, als je een beetje snel bent. En sommige mensen nooit. En wat dat betreft is er ook een vergelijking die de Boeddha daarin doet, waarin hij zegt dat eigenlijk we allemaal, onze geest eigenlijk net als een vis is. Die eigenlijk voortdurend in het water zwemt en niet weet dat hij in het water zwemt. Oh ja. En zodra je die vis uit het water gooit, dan begint hij te spartelen om weer terug in het water te komen. En zo zijn we vaak aan onze eigen gewoontes gewend en zien we ze ook niet. Dus doordat we vaker mediteren, heel veel van jullie die mediteren ook thuis vaak, dan zul je ook merken dat die gewoontepatronen duidelijker worden voor jezelf. En dat je doordat je meer naar jezelf leert kijken, dat je ook anderen sneller kunt begrijpen. Natuurlijk zijn we niet precies hetzelfde als de rest van de wereld natuurlijk. Maar er zijn wel overeenkomsten. We hebben allemaal wel eens last van onze emoties. We hebben allemaal wel eens last van onze percepties. We hebben allemaal wel eens een conflict met onszelf. En zijn we in staat onszelf te ontwikkelen. Dus in die zin zijn er wel overeenkomsten tussen de mensen in de wereld. En als je dan die processen zelf doormaakt, dan heb je ook beter in staat om iemand anders, in ieder geval anderen beter te kunnen zien daarin. Dat je beter begrijpt waar anderen mee worstelen. En daarmee natuurlijk ook wat eerder geneigd ben, mensen proberen om je heen te begrijpen in plaats van meteen te denken, ik begrijp ze al. Ja. Als je natuurlijk tegen jezelf, zodra je tegen jezelf zegt, ik begrijp iedereen om me heen, al perfect, dan is het natuurlijk het einde verhaal. Dan heb je in feite de zoektocht naar inzicht in de wereld om je heen en de mensen om je heen, je medemens, heb je in feite al opgegeven. Ik weet zelf dat ik als kind... dat ik ooit een keer een ruzie kreeg met iemand die gehandicapt was en die in onze straat woonde. Maar het was een pittige dame. Dat was een meisje dat in een rolstoel zat. En ik weet niet exact meer wat er gebeurde, maar ik weet dat ik als kind waarschijnlijk iets niet zo beleefd tegen haar had gezegd. En dat ze me vervolgens zo'n beetje aanreed met met haar rolstoel. En ik heb natuurlijk mijn beklag doen bij mijn moeder. En mijn moeder die was daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee dat ik haar had uitgescholden en zo. Dus in feite heb ik eigenlijk... Ik denk dat ik al vanaf kinds af aan een beetje heb geleerd van mijn moeder om niet te snel over mensen te oordelen. Maar het is toch iets wat altijd moeilijk blijft. Maar als je jezelf beter leert kennen, dan kun je ook de ander makkelijker kennen. Neem maar het voorbeeld van het gehandicapte meisje. Als je zelf wel eens in een situatie hebt gezeten dat je anders bent dan de rest van de groep, dan heb je misschien ook beter begrip voor zo iemand.
Ik ga hier even langs. En ik wil even hier naar kijken. Dus we hebben hier 10 dingen die door onze onderhoud en Nopada Tachivo, wanneer hij lesgeeft over het kunnen begrijpen van anderen, dan geeft hij noemt hij vaak deze 10 dingen die eigenlijk je niet echt tot een goed oordeel kunnen, die je niet echt een goed oordeel kunnen geven. Dus deze 10 dingen gebruiken we vaak om anderen te proberen te begrijpen. We kijken naar hun uiterlijk. We kijken naar hun geslacht. Zijn ze man, zijn ze vrouw? Kijken naar hun leeftijd. En we hebben soms oordelen daarover. We denken bijvoorbeeld aan Greta Thunberg. Hoe vaak die... Dat is toch wel iemand die heel veel invloed heeft gehad de afgelopen tijd met betrekking tot het milieuproblematiek. Maar die toch vaak wordt veroordeeld omdat ze eigenlijk nog te jong zou zijn en zo. En mensen hebben dan natuurlijk al snel een oordeel klaar. Sociale afkomst. Dat is wel kom je van een goede familie? Heb je een goede, zogenaamd goede familie? Of kom je van een beetje hoge komaf? In Nederland is dat wat minder belangrijk, maar toch zie je ook wel dat dat wel een rol speelt. Omgekeerd komt ook voor, hè? Dat zodra er iemand een beetje een aardappel in de keel heeft en een beetje kak accent heeft, dat hij vervolgens allemaal vijanden tegenkomt, omdat mensen juist zo'n hekel hebben aan iemand die een beetje van die kom afkomt, zeg maar. Dus het omgekeerde komt in Nederland ook veel voor, omdat mensen toch in Nederland altijd graag hebben dat iedereen gelijk is. Immigratieachtergrond speelt zeker nog altijd een rol, ook in Nederland. Ik denk wel minder dan in vele andere Europese landen, hoor. Maar het speelt zeker nog wel een rol. Ik denk dat het ook moeilijk is om dat niet je daardoor te laten beïnvloeden. Ik denk dat het ook een goede erkenning is voor jezelf als je weet dat je daardoor beïnvloed wordt. Vervolgens kun je dan namelijk voor jezelf nagaan of je op een of andere manier kunt voorkomen dat zulke gedachten je handelen te veel beïnvloeden. Ik neem maar mijn eigen, in mijn eigen situatie is het natuurlijk heel nogal duidelijk aanwezig dat je voortdurend bepaalde beslissingen maakt over wie, ja, mensen die zowel Thais zijn als Nederlander, of mensen die het een of het ander zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die geneigd zijn om daar snel oordelen over te vellen. En ik ben keer op keer kom ik erachter dat mijn ideeën over de Thai in Nederland vaak toch niet helemaal kloppen en dat ik ze onderschat. En een enkele keer misschien overschat, maar meestal onderschat. En zo kun je wel meer dat soort dingen tegenkomen in je manier van denken. Vrienden en familie, je kunt iemand niet oordelen alleen op basis van zijn vrienden, de mensen om hem heen. Dat is te makkelijk. Onderwijsniveau kun je ook niet meteen zeggen, nou, is dit nou een persoon die je kunt vertrouwen of niet? Kun je daarop aan of niet? En de beroep, ja, sommige mensen die hebben misschien zijn advocaat. Daar kun je wel meteen een oordeel over vellen. Van wat een stom beroep. Wie wordt er nou advocaat? Sommige mensen vinden dat een nogal immoreel beroep. Er zijn zelfs Nederlandse spreekwoorden over, geloof ik. Maar het is in ieder geval wel een beroep dat nodig is om een democratie te kunnen handhaven. En het is ook een beroep dat heel veel mensen misschien hebben op zich genomen uit idealistische overwegingen. Je hebt ook sociale advocaten. En zelfs die niet sociaal zijn, commercieel georiënteerde advocaten, kan best zijn dat ze toch ook wel zekere principes hebben. En ook misschien kan het ook zijn dat ze een beroep hebben gekozen vanwege sociale druk van hun familie. Financiële situatie zijn we ook nog wel eens geneigd om iemand over te oordelen. In Nederland komt het ook vaak voor dat mensen die wat rijker zijn juist negatief worden beoordeeld. Maar het omgekeerde komt natuurlijk ook voor dat mensen zeggen, ja, dat is een beetje eenvoudig
eenvoudige man. En dan zijn we al heel snel, hebben we onze oordelen klaar. Wat hier niet bij staat, wat eigenlijk ook nog erbij kan worden genoemd, is natuurlijk de afkomst binnen Nederland zelf. In Nijmegen hebben ze altijd nog wel de neiging bijvoorbeeld om schertsend te praten over Limburg als de gastarbeiders uit Limburg of zo. Dat hoor je in Nijmegen nog wel eens. En in Amsterdam noemen ze iedereen buiten Amsterdam een boer. En ik weet het, want ik ben Amsterdammer. Dus in feite zie je dit ook nog heel veel in Nederland. Gelukkig hebben ze in België, spreken ze tegenwoordig van algemeen Nederlands. En ze hebben het woord beschaafd, hebben ze weggelaten. En eigenlijk is dat veel correcter, want het enige verschil tussen een dialect en de hoofdtaal die je gebruikt in een land is dat de hoofdtaal een leger heeft die erachter staat en een dialect niet. Maar goed, dat is een sociologische overweging. Maar dat is zeker wel het. Je moet er ook niet te veel van maken als iemand. Ik vind het zelf wel heel mooi om te zien dat tegenwoordig in Nederlandse televisie en zo, en voor zover ik daar iets dat heb mee kunnen krijgen, zie je toch wel meer accenten. En dat wordt wat minder verborgen als vroeger. Dat vind ik wel goed op zich. Alhoewel, je moet natuurlijk ook niet overdrijven. Ik bedoel. Je hebt ook bijvoorbeeld in België dat mensen juist te veel vast gaan houden aan hun eigen dialect. En zo ook heb je soms dat een Antwerper naar iemand uit Gent niet kan verstaan en andersom. Maar goed, het is wel zo dat we dialecten hebben een mooie achtergrond en een mooie geschiedenis. En het is niet altijd duidelijk welke van de dialecten het belangrijkste is. Wij praten nu in het eigenlijk in het Haarlems dialect met elkaar. Het Haarlems dialect is wat we tegenwoordig algemeen beschaafd Nederlands noemen. Maar dat is gewoon een historische beslissing. Er is geen esthetisch inherent. Inherent is het Haarlems Nederlands is niet mooier dan een ander soort Nederlands. Maar goed. Positie is natuurlijk ook iets waar mensen nogal snel een oordeel over hebben. Iemand die bijvoorbeeld sommige mensen, als die ja, op een indruk op iemand willen maken, dan moeten ze zeggen, ja, ik heb 10 mensen onder me of ik heb 50 mensen onder me. En dan kunnen ze een beetje ermee wegkomen. En dat is natuurlijk te snel een oordeel over iemand. Het zou best kunnen dat die persoon misschien wel heel veel mensen onder zich heeft, zogenaamd. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon daarmee een verantwoordelijke leidinggevende is. In de spiritualiteit, in de wereld van de spiritualiteit, komen we ook oordelen tegen. En daar kunnen we eigenlijk niet helemaal omheen. Als monnik is het een van de eerste dingen die je leert. Zodra je monnik wordt, is dat je voorzichtig moet zijn met hoe je overkomt op anderen, omdat mensen niet het verschil kennen tussen iemand die net monnik is en iemand die 10 jaar monnik is, want ze dragen allebei dezelfde pij. En in feite ben je vanaf het moment dat je monnik bent, ben je in feite een vertegenwoordiger van een monnikengemeenschap. En een vertegenwoordiger van de Boeddha, dat is best wel een zware verantwoordelijkheid. En je merkt dus ook dat alle dingen die je zegt en je voorkomen en alles, dat er een zekere voorzichtigheid over is. Dus de Boeddha die heeft zelf gezegd, nou, mensen komen naar een tempel, of voor hetzelfde geld, misschien niet een goede uitdrukking voor hetzelfde geld, maar voor hetzelfde regel kun je zeggen, de kerk of de moskee of de synagoog. En mensen hebben dan vaak de neiging om te kijken, nou, ziet het er netjes uit? Is degene die spreekt, de voorganger, is die geestelijk, ziet er goed verzorgd uit? Dat is een beetje de eerste stap waar mensen meteen een oordeel al klaar hebben. Maar als mensen toch wat dieper gaan kijken, dan kijken ze, ja, wat heeft hij te vertellen? Het is meestal een hij natuurlijk, maar, of wat heeft zij te vertellen? En dan gaan ze misschien nog wat strenger, wat dieper kijken. En dan zie je vaak dat strengheid ook een rol speelt.
En dat is ook wel in zekere zin is dat iets minder oppervlakkig. Want strengheid geeft natuurlijk wel aan dat iemand serieus neemt wat hij aan het doen is. Dus als je bijvoorbeeld in een kerk komt en je ziet dat die kerk bijvoorbeeld een zekere oprechtheid, integriteit erop nahoudt. Bijvoorbeeld voorzichtig is met een zekere integriteit erop nahoudt met betrekking tot de mensen die komen naar de tempel. Sommige boeddhistische tempels, binnen boeddhistische tempels heb je ook een verschil, dat sommige tempels wat netter zijn als het gaat om fondsenwerving dan andere tempels. En strengheid in het boeddhisme heeft ook vaak te maken met de monniken en de nonnen die in die tempel wonen dan. Leven die de regels van hun kloosterdiscipline na? Dat is dan waar mensen op oordelen. Maar wat de Boeddha hier ook bedoelt, is dat mensen ook wel de neiging hebben om te oordelen op basis van of mensen zich houden aan de gebruiken. En dat is niet helemaal hetzelfde. Soms zijn gebruiken zijn ook een beetje oppervlakkig. Hè? Er zijn zo hele discussies over tussen het orthodox en het westers christendom over wat nu de juiste kalender is, wanneer je eigenlijk Pasen zou moeten vieren en wanneer niet. Ook in het boeddhisme heb je zulke discussies. Bijvoorbeeld, moeten boeddhistische monniken vegetarisch zijn of niet? En dat is een hele discussie tussen de verschillende scholen van het boeddhisme vandaag de dag. En die discussie, daar komt eigenlijk nooit echt een einde aan, omdat iedereen zijn eigen argumenten heeft. Uiteindelijk is natuurlijk niemand erop tegen als je vegetarisch bent vanwege milieuoverwegingen. Maar de vraag is meer, kun je als monnik tegen de mensen gaan zeggen van jullie moeten alleen maar vegetarisch eten geven. Dat is een hele discussie binnen het monnikenwezen van het boeddhisme. En dan zie je dus ook dat mensen heel erg gaan focussen op die buitenlaag van de regels en de dingen die je naleeft. Terwijl dat eigenlijk nog niet noodzakelijk altijd iets zegt over in welke mate de innerlijke groei, in welke mate die monniken of die nonnen innerlijk volwassen zijn in hun spirituele groei. Het heeft wel iets met elkaar te maken, maar niet heel veel. Dus uiteindelijk gaat al die dingen, als mensen dan nog iets dieper kijken, dan gaan ze kijken van nou, kunnen we hier Dhamma vinden in deze spirituele plaats waar ik nu naartoe ga? Als je naar een tempel gaat, een kerk, synagoog, noem maar op. Kunnen we hier Dhamma vinden? En Dhamma in het boeddhisme betekent, of Dharma kan ook, betekent de spirituele waarde. De Dhamma wil zeggen de dingen die je bereikt als beoefening, als gevolg van de beoefening van de leer van de Boeddha. Dus het woord Dhamma kan verschillende dingen betekenen, maar ruwweg betekent het de waarheid, de werkelijkheid van de dingen. Bijvoorbeeld iedereen moet ouder worden, iedereen moet ziek worden en iedereen moet doodgaan. Dat is de werkelijkheid van het leven. En goedheid, bijvoorbeeld integriteit, is ook een Dhamma. Dat is Dhamma. Dat noemen we allemaal Dhamma. En als je dus Dhamma beoefent, als je dus bijvoorbeeld probeert een integer iemand te zijn en dat regelmatig beoefent, dan wordt Dhamma deel van je. En dat noemen we dus ook Dhamma. En dat is wat hier bedoeld is. Dus bijvoorbeeld als je naar een spirituele plaats gaat, kun je dezelfde vraag stellen. Wordt het hier echt ook beoefend? Ja. En dat is eigenlijk wat de Boeddha hier zegt, is dat eigenlijk het diepste niveau. Maar heel veel mensen weten daar ook niet heel veel van en gaan dan op een oppervlakkiger niveau hun oordeel vellen. Dus heb je in Thailand hele discussies over monniken of monniken wel schoenen mogen dragen of niet.
Of monnik misschien beter maar één keer per dag eten of twee keer per dag. En die mensen die daar dus allerlei discussies over houden, zijn vaak zelf geen monniken. Dus dat is, ja, je vraagt je wel eens. Ja, nu is er een hele discussie in Thailand over of monniken mogen protesteren. En dat is natuurlijk wel iets, gaat wel iets dieper. Dat heeft wel deels met Dhamma te maken ook. Maar uiteindelijk is het probleem natuurlijk met die mensen die daar dus snel een oordeel over klaar hebben. Misschien weten jullie even, kort onderbreek ik mezelf hier even. Misschien weten jullie dat er protesten gaande zijn in Thailand. Ja. En dat dat nogal een hele issue is. Er zijn ja, tienduizenden mensen aan het protesteren in Thailand. En vanwege... Ja, dat dus ze vinden dat de overheid en ook de koning een beetje achterhaald is. Ja. Om het heel vriendelijk te zeggen. En nou ja, goed, er zijn dus ook monniken die daar dus aan mee protesteren, aan meedoen. En er zijn ja, dus hele discussies. Dus er zijn ook monniken die zeggen van nou, dat kan je helemaal niet doen. Dat is niet gepast, want een monnik moet altijd politiek afzijdig blijven. Maar er zijn dus ook monniken die zeggen van ja, de normale paden waar langs een monnik dus kan protesteren. Bijvoorbeeld door dat te bespreken met zijn abt. En die abt die gaat dat vervolgens bespreken met een hogere functionaris binnen de monnikengemeenschap. Dan kom je al snel in de knoop, omdat er allerlei wetten zijn die dat verbieden. En dat eigenlijk door allerlei wetten en regelgevingen de monnikengemeenschap in feite helemaal lam is gelegd. En die wetten en regelgevingen zijn allemaal bedacht door mensen die zelf dus geen monnik zijn. Dus in feite zie je die discussie in Thailand dus ook van wat is nu eigenlijk Dhamma? En kun je iemand alleen maar beoordelen op basis van het feit dat hij protesteert? Wanneer de Boeddha zelf werd gevraagd over op een oppervlakkig niveau, of nou oppervlakkig niveau zou ik niet zeggen, maar op een bepaald niveau van hoe onderscheid je een dwaas van een wijze, dan zei hij altijd, je moet naar kijken naar het handelen van mensen. Dus niet naar deze dingen die ik hier allemaal noem, het uiterlijk, geslacht, onderwijs, maar naar het handelen van mensen. Wat zeggen mensen, wat doen mensen? En wat denken ze? Dus hoe is een kijk op het leven? En dat is eigenlijk hoe de Boeddha daar vaak naar keek. En je ziet ook dat heel erg in het boeddhisme heel belangrijk is. Dat we kijken naar het handelen van mensen in plaats van welke stand of klasse ze bij horen. Dus in de tijd van de Boeddha was er al een basis voor wat tegenwoordig het kastensysteem wordt genoemd, hè? Dat je dus verschillende kasten hebt. En dat mensen bijvoorbeeld een hogere of een lagere kaste hebben en dat ze daarop wordt beoordeeld. De Boeddha die zei in feite, die gooide dat in feite overhoop. Dat wil zeggen, hij was zelf niet in de positie om dat helemaal te gaan veranderen. Maar hij heeft wel daar hele grote vraagtekens bij gezet en gezegd van nou, in feite is de enige verschil tussen de mensen is wat ze doen, niet zozeer wat ze zijn. Op een meer, meer relevant onderwerp voor de moderne tijd is de vraag of je jezelf boeddhist moet noemen of niet. Dat is wel in Nederland een discussie die veel wordt gevoerd. En of dat belangrijk is of niet. Daarbij krijg je dus ook de vraag van... Ja, als we te veel waarde hechten aan het label van boeddhist zijn, dan heb je dus ook dat je vergeet dat eigenlijk alles gaat om wat je doet, zegt en denkt. Dus hoe je handelt in het leven, wat we ook wel de drie poorten van handelen noemen. En die eigenlijk, ja, waardoor je dus eigenlijk je gewoontes creëert in het leven. En dat is natuurlijk een theorie, dit is hypothetisch, hè? We gaan niet zeggen van nou de een is een dwaas of de ander is een wijze. Maar dit is in feite hoe je kunt kijken naar de praktische kant van het boeddhisme, waarin we eigenlijk altijd zeggen, ja, die labels, die vertellen niet het hele verhaal. Het gaat uiteindelijk om wat mensen doen en zeggen. Ja.
En je moet natuurlijk ook zelf, ja, je kunt ook vaak de vraag stellen natuurlijk van als je iemand ziet die bijvoorbeeld iets verkeerd doet, als jij in die positie zou zitten, zou je misschien nog een verkeerdere beslissing maken. Dus zo heb je wel, kun je ook kijken naar de wereld. Het gaat uiteindelijk allemaal om wat je doet door deze drie poorten. Maar soms dan hebben we wel beslissingen die we moeten maken over mensen. Ik heb zelf, voordat ik monnik werd, werkte ik als personeelsfunctionaris. Ja, ik beken het. Maar ja, we gaan het vandaag hebben over niet oordelen. En ik heb ook niet zo lang gewerkt als personeelsfunctionaris. Maar daarin krijg je dus ook dat je oordelen moet vellen over mensen wanneer je een functioneersgesprek moet doen. En dan doe je gelukkig samen met andere mensen. Maar er is wel een zekere ja, beperking in de zin dat je niet heel veel tijd hebt om een oordeel te vellen over iemand. Er zijn eigenlijk vier dingen waarin de Boeddha. Is het leuk als ik even het achtergrondverhaal vertel van deze specifieke les die de Boeddha heeft gegeven? Er was een keer waren er een aantal monniken die naar de Boeddha toe kwamen. En de Boeddha die ging vervolgens dus vertellen over hoe je iemand kunt zien dat hij echt is en dat hij niet echt is. Hoe het een echte monnik is of een niet-echte monnik. En uiteindelijk gaven die monniken dus toe dat ze door de plaatselijke koning waren gestuurd om de Boeddha te testen of hij het verschil kon zien tussen, of hij het verschil kon zien tussen een echte monnik en een onechte monnik. Maar hij had het dus wel gezien. En toen gaf hij dus ook deze les over dat je dus iemand kunt leren kennen door er lang goed naar te kijken. En toen zei hij in feite, er zijn vier dingen die je kunt leren over iemand anders op verschillende manieren. En eigenlijk wat hij hier telkens weer zegt is, je kunt niet snel iemand een oordeel over iemand geven. Soms hebben we natuurlijk wel situaties dat je moet kijken wie kan ik vertrouwen en wie niet. Vertrouwen moet nooit blind zijn. Of het nu gaat om vertrouwen in religie of filosofie. Of vertrouwen in je vrienden, de mensen met wie je omgaat, je collega. Wat is eigenlijk de basis van vertrouwen? Vertrouwen moet altijd, net zoals geloof in religie, altijd een basis hebben, anders is het blind. En we zeggen wel vaak, bijvoorbeeld wanneer we het hebben over liefde, bijvoorbeeld blind vertrouwen, dat is het, maar er is toch vaak wel een basis voor. Anders zou je niet zeggen, juist jou heb ik veel vertrouwen in, want daar is dan een basis voor. Als je blind vertrouwen hebt in iemand, dan is het eigenlijk nooit blind, omdat je in feite niet blind vertrouwen in iedereen hebt. Dus dat wil dus zeggen dat je bepaalde dingen hebt gezien en gehoord. Nou, de Boeddha die zegt hier in feite, als je toch in je leven beslissingen moet maken wie je vertrouwt en wie niet, dan zijn er verschillende overwegingen die je kunt doen. Allereerst zegt hij hier heel duidelijk, we kunnen iemand enkel kennen na lange tijd, en dat is het eerste wat hij zegt, niet na korte tijd. We kunnen iemand alleen kennen door zorgvuldige observatie en door onze wijsheid te gebruiken. Nou, dat spreekt een beetje vanzelf, zal je misschien zeggen. En daarin noemt hij vier dingen. En die vier dingen zijn morele discipline, oprechtheid, tolerantie en wijsheid. Morele discipline kun je leren, je kunt iemand gewoontes zien of die gedisciplineerd is, of die zekere morele principes heeft. We zeggen niet zo snel in het Nederlands morele discipline, maar we zeggen wel in het Nederlands, iemand heeft principes en houdt zich daar ook aan. Hè? Bijvoorbeeld, als je wil weten of iemand is die veel roddelt, dan moet je een tijdje met die persoon samenleven om dat te weten. Wat de Boeddha hiermee dus ook zegt, is dat als we nog niet met iemand echt een tijdje hebben samengeleefd,
Dat wil niet meteen zeggen dat je dan trouwt met die persoon of zo. Maar dat je misschien een tijdje, ja, dat je er toch tijd mee hebt doorgebracht. Dan pas kun je zeggen, is dit een persoon die graag roddelt of niet? En er zijn ook andere dingen die je kunt kijken, waar je kunt naar kijken. Is dit een persoon die positief denkt, positief spreekt en positief handelt? Is dit een persoon die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen daden en handelen, of liever praat over de fouten van anderen? Al deze zaken kun je zien door samen te leven met iemand, de tijd door te brengen met iemand. Oprechtheid is daar wel aan verwant, niet helemaal precies hetzelfde. Oprechtheid kun je zien door samen met iemand te werken. Sommige mensen zijn wel heel netjes in hun gewoontes en een hele goed gemanierde persoon. En dat zie je ook als je lange tijd met zo iemand doorbrengt. Maar dan zie je toch dat er wel mensen zijn die, wanneer het gaat om werk, dat ze nog wel eens wat steekjes laten vallen. Niet zozeer dat ze niet zorgvuldig zijn, maar dat mensen nog wel eens de neiging hebben om op basis van het idee van, ja, ik moet toch mijn geld verdienen, ik moet toch mijn brood verdienen, zeg maar, nog wel eens de neiging hebben om bepaalde principes te laten vallen. Oprechtheid kun je ontdekken door samen te werken. Ik heb zelf een vrijwilliger waar ik wel veel vertrouwen in heb, die best wel slim is. En hij heeft mij een keer gezegd: als je afspraken maakt met verschillende aannemers en je wil weten welke aannemer het beste is, of in ieder geval het meest oprecht is, kijk eens of die op tijd komt op die afspraak. Ja. En als je een afspraak hebt gemaakt op verschillende dagen, dan kun je dus kijken welke komt op tijd en welke niet. Dan heb je al een oordeel tot op een bepaald niveau. Nou gaat het niet om dat je nu meteen al helemaal compleet een oordeel over iemand klaar hebt. Maar het gaat erom dat je door samen te werken met iemand, dat je iemand beter leert kennen. En dan is er nog iets wat eigenlijk heel belangrijk is, maar wat je alleen kunt zien in tijden van ongeluk. Nu zien we dat heel duidelijk in deze crisis, deze coronacrisis, waar we nu in zitten, dat sommige mensen hun sterke kant ineens laten zien. En andere mensen juist die sterke kant niet zo blijken te hebben. Of minder blijken te hebben. Tolerantie. En tolerantie in het boeddhisme, dat noemen we kanti in het Pali. Ik zal dat even tikken. Kanti is dus het woord voor tolerantie. Je kunt het ook vertalen als geduld, maar dan in de oude betekenis van ja, het tolereren van omstandigheden, tolereren van moeilijke zaken. Tolerantie, geduld, duldzaamheid kunnen we ook gebruiken in het Nederlands. Duldzaamheid. Incasseringsvermogen. Oh. Dus dit is in feite een hele belangrijke kwaliteit. De Boeddha heeft zelf gezegd dat tolerantie de belangrijkste deugd is op wijsheid na. Dus naast wijsheid, wat natuurlijk uiteindelijk leidt tot de verlichting, het hoogste doel van het boeddhisme, is tolerantie het hoogste goed in het boeddhisme? Niet omdat het leven nou zo verschrikkelijk is of zo. Er is natuurlijk wel een negatieve kant aan het leven, maar het idee is meer dat tolerantie ons het vermogen geeft om door te bijten wanneer het moeilijk is. En ook de positieve kant te blijven kunnen zien in moeilijke situaties. Zo heb je bijvoorbeeld mensen die zeggen van nou, ik vind het ook niet geweldig dat iedereen nu thuis moet zijn met deze coronacrisis en thuis moet zitten en thuis moet werken. Maar aan de andere kant ben ik iemand die graag veel tijd doorbrengt met boeken en studie. En nu heb ik daar veel meer tijd voor. Dus je kunt altijd proberen de positieve kanten van te zien. Ook nu
grijp ik graag terug naar het voorbeeld van Kunyai, de stichter van onze tempel, die ook altijd heel sterk was daarin. Dat, zelfs in hele moeilijke situaties. Zij was een vrouw. En als een vrouw die dan non is geworden in het oude Thailand van de 50e, 60e jaren. En ook later nog steeds, en nu denk ik ook nog steeds wel, waren er vaak wel mensen die op haar neerkeken. En die niet wisten dat zij de tempel had gesticht in onze tempel in Thailand. En dan zag je vaak dat zij daar toch, dat ze bijvoorbeeld iemand iets zei tegen iemand. Of een conversatie hield en dat die persoon eigenlijk helemaal geen respect voor haar had, omdat hij haar nog niet kende. En dan zie je dat iemand met een spirituele blindheid, die ziet ook niet de waarde, de spirituele waarde van iemand. En dus zag je dat zij daar ook helemaal niet zoveel om gaf. Ze zei, als ik dit soort dingen tegenkom, dan overwin ik alle moeilijke situaties met stilte. Daarmee bedoelde ze niet dat ze altijd maar heel boos op haar tanden knarsend door de situatie heen ging. Maar meer dat ze gewoon wist dat we niet altijd dingen kunnen oplossen door te praten. En daarmee bedoelt ze dat als iemand bijvoorbeeld een mening ergens over hebt, of iemand heel negatief naar jou praat, en dat is een persoon die jij zelf niet goed kent of zo, dat je niet altijd in de positie bent om die persoon daarop te wijzen. En dan is het soms goed om gewoon dit te laten zijn. Omdat gewoon, je kunt niet altijd alles meteen veranderen. Je kunt niet altijd mensen altijd ergens op wijzen. Dus in die zin was zij heel erg sterk in tolerantie. Ja. En onze abt in Thailand is daar ook heel sterk. Iemand die heel erg sterk is daarin. Hij is iemand die heel veel die een suikerziekte heeft. En daar toch heel erg onder lijdt. Maar je ziet hem altijd glimlachen. Hij weet altijd op een of andere manier, door zijn meditatie ook, weet hij daarmee om te gaan. Ik denk zelf dat tolerantie niet zozeer is dat je op je tanden knarsend, dat je op je tanden bijt, zeg maar. Maar meer dat je, dat je dus naar de positieve kant blijft kijken. En ook op die manier dus ook je goede kwaliteiten weet te behouden. Ja. En dat zie je dus alleen in tijden van ongeluk. En je ziet ook vaak in tijden van ongeluk, in tijden dat we het moeilijk hebben, dat we ook wat meer duidelijk hebben wie onze vrienden zijn. Maar dat is een ander onderwerp. Wijsheid is natuurlijk iets wat je kunt ontdekken door conversatie. Vooral als je vragen aan mensen stelt, hoe ze antwoorden, heeft dat vaak te maken met wijsheid. Ik denk ook dat mensen je ziet de wijsheid die mensen hebben, hoe ze antwoorden, zie je vaak. Kun je daarin zien hoeveel ze weten over zichzelf en over het leven. Dit is een verhaal van Gandhi, de Indiaanse leider. Waar dus een vrouw kwam op een dag met haar kind naar Gandhi toe. Die zag hem als haar guru. En die wilde eigenlijk dat hij een beetje hielp. Met een beetje streng te zijn naar haar kind. Want haar kind, haar zoon, die was een klein kind. En die zat een beetje te veel suiker te eten. Die zat veel te veel suiker te eten en ze was een beetje bezorgd. En dus zei ze tegen hem, kun jij misschien niet even daar wat van zeggen? In Azië hebben ze allerlei vragen als ze een guru zien. Of als ze een leraar zien, een spirituele leraar. En vervolgens zei Gandhi, kom morgen maar weer terug. En ze dacht, misschien heeft Gandhi nu niet zoveel tijd daarvoor of zo. Ze dacht, kom ik morgen terug. En toen kwamen ze morgen weer terug en toen gaf
Kan die zat een beetje te spelen met het kind, of nou, te spelen misschien niet, maar een beetje te grappen, zodat hij een beetje in een goede stemming kwam. En toen vertelde die: je moet niet zoveel zoete dingen meer eten, hè? Je moet een beetje zorgen voor jezelf. Nou, zo wist hij het kind iets bij te brengen. En toen vroegen mensen, omstanders, die vroegen zich af: waarom heeft Gandhi dat niet gisteren verteld? Daar had hij best de tijd voor. En toen zei Gandhi: gisteren had ik zelf nog veel te veel zoet. En nu heb ik die gewoonte opgegeven. Dus nu durf ik wel dat kind les te geven. En zo zie je dat mensen met wijsheid, die kijken vaak door dingen heen. Hè? Ze zeggen wel, er is een boek verschenen in Azië een tijdje terug, in de 90 jaren was het geloof ik, waarin een heleboel vragen worden gesteld. En dan krijg je, dan zie je dus drie antwoorden. Het antwoord van de dwaas. Oh ja. Ken je dat boek? Ja. Het antwoord van de slimme man en het antwoord van de wijze. En het, vooral wat interessant is dat de slimme en de wijze vaak anders antwoorden. En dat de wijze vaak iets meer een helikopterperspectief neemt en de dingen op een andere manier ziet dan iemand die slim is. Slim is natuurlijk ook goed. Maar slim zijn, dat kan nog altijd wel de verkeerde kant op gaan. Als je niet het geluk voor jezelf en de anderen op het oog hebt. Of als je niet weet hoe jezelf en de anderen gelukkig kunnen worden gemaakt. Maar om een lang verhaal kort te maken. Ook de Boeddha die was van mening dat we niet zo gemakkelijk over mensen kunnen oordelen. En zoals je dat ook in de lessen vindt van Jezus. Maar hij zei natuurlijk niet dat we nooit een oordeel over iemand kunnen vellen. Maar we kunnen nooit een finaal oordeel over iemand vellen. Dus we kunnen wel dingen leren over de mensen om ons heen. Maar uiteindelijk kun je nooit echt een finaal oordeel over iemand vellen. Of iemand goed is of slecht, of spiritueel ontwikkeld, dan wel niet ontwikkeld. Er was een verhaal van een vrouw die heette Mika Sala. En Mika Sala die had zich heel kritisch geuit. Omdat de Boeddha die had gezegd. Het was gebruikelijk in de tijd van de Boeddha dat als een monnik nog niet verlicht was. En hij werd vanwege oude leeftijd of vanwege ziekte. Kwam hij uiteindelijk te overlijden. Dan vroegen mensen zich vaak af. In welke mate was die monnik spiritueel ontwikkeld? Want dat kan de Boeddha hebben geweten. Dus dan vroegen ze dat aan de Boeddha. Hoe spiritueel was hij ontwikkeld? En die tijd geloofden ze ook, wat nog steeds heel veel boeddhisten geloven, dat die spirituele ontwikkeling ook een gevolg had voor het volgende leven. Hoe het ook zij, het bleek dus dat één monnik die niet heel beleefd was, en één monnik die wel beleefd was, dat die dus allebei spiritueel even ontwikkeld waren in de mening van de Boeddha. En Mika Sala was daar heel boos over. Want het bleek dus dat een van die monniken was een familielid van haar. En zij was heel boos over dat de Boeddha daar zo over sprak. Alsof die op hetzelfde spiritueel niveau zou zitten als die andere monnik die wat onbeleefd was. En toen zei de Boeddha in feite tegen Ananda. Ananda was de, misschien weten jullie dat nog wel, de bediende van de Boeddha. En deze bediende, Ananda die nam ook vaak vragen van mensen en die gaf hij dan door aan de Boeddha. En de Boeddha die zei hierover, we kunnen niet te snel oordelen over mensen. In het geval, en uiteindelijk komt de aap uit de mouw, dan zegt hij ook van ja, in feite is het zo dat deze onbeleefd, wat meer onbeleefde monnik, in feite had hij meer wijsheid. Terwijl de beleefde monnik had wat minder wijsheid. Dus ze waren in verschillende opzichten waren ze anders. En uiteindelijk, lange termijn, op het geheel genomen, waren ze spiritueel even ontwikkeld. De een had meer wijsheid, maar de ander had meer discipline. En zoals je net zag, zijn die allebei belangrijk. En in feite zie je dus dat de Boeddha hier zegt van nou, je kunt heel moeilijk
zeggen hoe spiritueel ontwikkeld iemand is. Dat is heel moeilijk. En er staat ook nog een regel daarna, die heb ik hier niet bijgezet. Dan zegt de Boeddha in feite, eigenlijk moet je eigenlijk verlicht zijn om zulke oordelen te vellen, omdat het zo moeilijk is om dat te zien. Vooral spirituele ontwikkeling is heel moeilijk om te zien. Mensen vragen zich vaak af, hoe kun je nou zeggen dat iemand meer ontwikkeld is in meditatie dan een ander? En dan is de vraag vaak, ja, als je ooit vragen hebt die je stelt aan iemand, aan een leraar, en die leraar die zegt van nou, dan moet je aan mijn leraar die vraag stellen, dan weet je dus dat het een verschil is. En het is. Maar dat is wel een monnik of een leraar die dan eerlijk is in wat hij weet en wat hij niet weet. Maar dat is dus wel gebruikelijk, dat is niet ongebruikelijk. Als mensen echt hele moeilijke vragen hebben, spiritueel heel moeilijk, kan het zijn dat die een leraar of monnik of non zegt van nou, ik ga die vraag aan mijn leraar stellen. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat mijn leraar bepaalde dingen, ja, bepaalde vragen zeg maar aan hun eigen leraar vroegen. Dat ze niet altijd zozeer dat die leraar dat spiritueel niet ontwikkeld is of zo, maar vaak ook dat voor de zekerheid dat hij dat dan toch wil vragen. En ja, wat je dus ook ziet is dat als iemand beweert dat hij spiritueel heel erg ontwikkeld is, ik ben wel zulke mensen tegengekomen, mensen die zeiden dat ze al een Boeddha waren of zo. Die kom je zowel in het Westen als in Azië tegen. Maar dan zie je toch vaak dat een heel wijs iemand, zoals bijvoorbeeld onze abt in Thailand of andere wijze, er zijn zoveel wijze leraren in het boeddhisme, dan zie je vaak dat ze daar meteen doorheen kunnen prikken. Dus in feite zie je ook, als het gaat om het kiezen van een spirituele leraar, dat is misschien ook wel goed om nu te noemen, je kunt inderdaad heel moeilijk daar een oordeel over vellen. Hoe spiritueel iemand ontwikkeld is en op welke mate is die persoon een goede leraar. Maar je kunt wel zeggen, en dan ga ik weer even terug naar wat ik vertelde, toen ik vertelde over de spirituele oordelen. Je kunt niet altijd zien hoe spiritueel iemand ontwikkeld is als het gaat om de Dhamma. Maar je kunt wel kijken, hoe is die persoon, in welke mate, wat zegt hij, wat doet hij? En dat is niet alleen strengheid hoor. Ik zit nu dit te omcirkelen, maar het gaat ook om andere dingen. Dus in feite, in welke mate is die persoon ook zelf mee bezig met die dingen die hij onderwijst en zo. Dat is iets wat ze... Er is nu een hele discussie in Nederland over leraren die verkeerde dingen hebben gedaan in het verleden in Nederland. Zijn er verschillende geweest. Een daarvan is al overleden. De ander die is geen monnik meer. En er zijn zo van die mensen die er nog steeds heel erg boos over zijn. En dan krijg je dus eigenlijk, komt het eigenlijk op wanneer op de vraag van in welke mate hebben we die persoon leren kennen? In welke mate kun je dan zeggen van nou, is dit een persoon die discipline heeft, die oprecht is en tolerant? En wijsheid is misschien moeilijker te ontdekken, maar als je deze drie kwaliteiten niet in een leraar kan vinden, dan kun je beter verder zoeken. Dat is altijd zo. Maar of het nu gaat om boeddhisme of christendom of welke religie dan ook. En in feite zegt de Boeddha hier, je kunt niet heel moeilijk een oordeel over mensen vellen. Dat is zeker een feit. Daarmee bedoelt hij, je kunt heel moeilijk zeggen van nou, ik verwerp deze persoon volledig of zo. Of ik accepteer deze persoon 100%. Maar je kunt wel beslissingen maken wanneer dat nodig is. En wat natuurlijk ook in het Nederlandse gezegde oordeel niet vast is gelegd daarin ook, is dat we heel voorzichtig moeten zijn om onze oordelen of onze meningen over iemand door te gaan vertellen. Zeker als het niet echt nodig is. Ja. Goed,
Voor de rest is er nog een mooi citaat waar ik mee wilde afsluiten. We zijn al een beetje over tijd. Ik heb het hier niet erin staan, dus ik lees het gewoon even voor. Dit is van de Dhammapada. Dit is de vertaling van Tony Kuppershoek Scherft. Dus vind ik nog altijd de beste. Niet is gerechtig wie met geweld zijn zaak in zijn voordeel beslecht. Wie voor en tegen juist afweegt, is wijs. En dat is een wetsbeschermer, een kundig man, leidt anderen geweldloos, onpartijdig, gerechtig wordt hij geheten. Het is een beetje moeilijk Nederlands, maar wat ze daarmee bedoelt, of wat de Boeddha daarmee bedoelt, is in feite dat iemand, als je een oordeel velt, zorg ervoor dat je niet door je negatieve emoties, probeer ervoor te zorgen dat je niet door je negatieve emoties en te vlugge percepties wordt geleid. En we kunnen dat nooit volledig voorkomen, maar we proberen het en op die manier kunnen we in ieder geval voorkomen dat we door onze oordelen onszelf minder wijs maken. Dus ik wilde het hierbij laten. Ik moet zeggen, dit is best wel een moeilijk onderwerp. En ik hoop dat jullie er iets mee hebben gekund.